Hallo, mijn naam is Erik uit Van der Veen en we zijn bij deel 4 van de Google AdWords training. Ik was in het einde van deel 3 gebleven bij het vinden van zoekwoorden. Een handig tool daarvoor is ook Ubersuggest. Ik heb daar bijvoorbeeld de term bloemen ingevoerd en dan krijg ik deze resultaten. Bloemen en dan alle woorden die met een B beginnen, bloemen en woorden die met een C beginnen, etc. Dit zijn allemaal termen waarop mensen zoeken en het zal u op ideeën zetten. Als u begint met Google AdWords, kunt u kiezen uit verschillende campagnes. U kunt kiezen voor het zoeknetwerk. Dat is bijvoorbeeld google.nl. Daar wordt gezocht op een zoekterm. En nu kunt u advertenties daar tonen. U kunt ook kiezen voor het zogeheten displaynetwerk. Dat zijn sites als volkskrant.nl, ad.nl, bijenradar, nu.nl. Daar kunt u ook voor kiezen. Over het algemeen kan ik zeggen dat het zoeknetwerk veel gerichter bezoek oplevert, want mensen zijn echt met een bepaalde zoekterm bezig. En bij het displaynetwerk kan het zijn dat men mogelijk interesse heeft, en dat probeert Google ook, te matchen tussen een bepaald artikel en de advertenties. Stel u bent op zoek naar een leaseauto, dan kan het best zijn dat u een artikel leest over leasen, en dan is de kans groot dat daar een advertentie bij staat bij dat artikel over leasen. Maar het kan ook zijn dat u al een leasecontract heeft afgesloten en toch interesse heeft. Dus dan bent u misschien minder geïnteresseerd. Daardoor is het zoeknetwerk, dan geeft u echt aan waar u naar op zoek bent. Maakt het kenbaar, dat is vaak echt. Mijn advies zou zijn, doorgaan zet het zoeknetwerk in en zet eventueel het displaynetwerk in. Maar kies niet voor de combinatie van zoek- en displaynetwerk, omdat u dan geen onderscheid kunt maken. Dus een klikprijs op die beide netwerken. Bij de zoektermen is het erg van belang dat u een idee heeft wat de intentie van de bezoeker is. Of de zoeker eigenlijk. Wat wil hij of zij? U kunt zich voorstellen dat een term als loopband kopen voor u als adverteerder, als u loopbanden verkoopt, veel waardevoller is dan iemand die heel generiek zoekt op loopband. Want die zoekt op loopbands. Het kan zijn dat hij een wil kopen, maar het kan ook zijn dat hij onderhoud zoekt. Wil weten wat de voordelen zijn. Of tweedehands een wil kopen. En dat is voor u misschien niet handig als u een nieuw koopt. Dus het is goed daarna te kijken. Verder kunt u zoektermen op verschillende niveaus inkopen. U kunt ze heel breed inkopen. Dus dan doet u gewoon een bepaalde zoekterm in. En daar laat ik zo voorbeelden van zien. Maar je kunt ook heel specifiek inkopen. Of zo'n zogenaamde broad match modifier. Zinsdeel of exact. Ik laat snel voorbeelden zien. Je kunt ook besluiten om longtail te gaan inkopen. Een bedrijf als D-Reizen kan besluiten de term vakantie in te kopen. Je kunt ook zeggen, ik koop alleen zoekterm in als er vakantie in staat, als er vliegtuig in staat in Spanje. Dan wordt het veel specifieker. En dit heet longtail adverteren. Uitsluitingszoekwoorden kunt u ook aangeven. Als het om een leaseauto gaat en u leased auto's, kan het best zijn dat mensen ook zoeken op tweedehands leaseauto. Op het moment dat u die niet in het aanbod heeft, kunt u de term tweedehands als uitsluitingszoekwoord opgeven. Dan wordt uw advertentie niet vertoond en betaalt u dus ook niet voor kliks als men daarop zoekt. Verder is er een ander stukje software, AdWords Wrapper. Zoek erop in Google. En dan kunt u zelf de bepaalde type zoektermen makkelijk invullen in een lijst. En dan geeft Google het type zoekwoord ook door. Ik laat voorbeelden zien. Het is nu erg abstract. Wat ik zei. U kunt breed inkopen. Als voorbeeld, u koopt de term in men's formal shoes. Dan kan Google de advertentie ook vertonen als iemand zoekt op women's shoe. Dat ook schoenen heeft. Of formal dresses, omdat formal erin staat. Men's flip-flops, horseshoes. Google kijkt of er enig verband is, en dat hoeft maar heel licht te zijn, dat u op die manier inkoopt. Dus u toetst gewoon in. Of u voert in Google AdWords in men's formal shoes, dan wordt u bij die termen getoond.
Nou, het voelt hem al aankomen. Je bent al minder specifiek aan het adverteren. En de klik is doorgaans minder waard. Je kunt ook een plusje voor het woord choose zien. Dan komen we bij die tweede. Anchor Modified Broad Match. Dat is het keyword. Men's Formal Shoes. Ik wil bijvoorbeeld bij formal dresses niet vertoond worden. Dus ik geef met dat plusje aan dat hij in ieder geval vertoond moet worden bij shoes. Of termen die er enorm mee te maken hebben. Bijvoorbeeld shoe. Met de enkelvoud. Dan wordt hij ook nog vertoond bij cheap boys shoe. Wilt u nog specifieker? Dan kunt u aangeven bij dual anchor modified. Dat de term mens erin voor moet komen in de term shoes. Dat doet u weer door een plusje voor die woorden te zetten. En formal geeft u aan. U kunt het ook volledig modified doen. Dat u zegt mens moet erin voorkomen, formal en shoes. En dan wordt die vertoond bij formal men's shoe, formal men's horseshoes. Dat die termen erin komen. U kunt als ene laatste ook kiezen voor de phrase match. Koop dan een zoekwoord in. En zet hem tussen aanhalingstekens. Die termen die erin staan, men's formal shoes, moeten achter elkaar in die volgorde in de zoekterm voorkomen. Men's formal shoes. En als laatste, exact match. Dat is het meest precieze, leeft doorgaans ook het meest op. Wel het minste zoekvolume doorgaans, maar wel het meest specifieke verkeer. U wilt dat uw advertentie alleen vertoond wordt als er letterlijk gezocht wordt, no more, no less. Men's formal shoes. Als iemand dan zoekt op men's formal shoes, dan komt u in beeld met uw advertentie. U kunt in Google AdWords aangeven waarop u wilt adverteren. Als u kiest voor desktop, gaat automatisch de tablet mee, daar kunt u geen onderscheid in maken. Of u kiest voor de smartphone, of voor beide. U kunt zelf kiezen wat u doet. U kunt verder besluiten waar u wilt adverteren. Ik liet het eerder in deel 1 al even zien dat er veel mogelijkheden zijn. U kunt in het zoeknetwerk adverteren. U kunt in Google Shopping natuurlijk producten adverteren. In Google Maps uw vestigingsadres. U kunt in het inhoudsnetwerk, zoals u rechtsonder ziet van nu.nl, zo'n advertenties, daar kunt u adverteren. Op YouTube. Op mobiele toestellen, in apps. Er is heel veel mogelijk wat dat betreft. Je moet daarin een keus maken wat voor u het handigst is. Mijn advies is doorgaans, pak in ieder geval het zoeknetwerk en onderzoek voor u de andere mogelijkheden ook slim zijn.